Ik ben Diederik van Silvoud, ik ben dressuurruiter. Dit is mijn paard Vorst, een van mijn Grand Prix paarden op dit moment. We moeten nog één scoren, dan zit hij in het B-kader. En hij blijft nog steeds verbeteren en opknappen, dus ik verwacht dat de punten absoluut nog een beetje omhoog kunnen. Dus dat het B-kader geen probleem moet zijn binnenkort. Afgelopen weekend zijn we in Den Bosch geweest, in de Brabant. En daar was hij in de Grand Prix vijfde. En in de Kuur ook vijfde. En daar heeft hij super fijn gelopen en heeft hij een hele hoop geleerd, dus daar zijn we heel blij om. Zo, ik ben de vader van Diederik. En ik ben hartstikke trots op hem natuurlijk. Want met heel hard werken en veel trainen bereikt hij toch steeds meer met al zijn paarden. Hij heeft een stel goede paarden, jonge en ook wat oudere. Zoals deze grote jongen hier, Vorst. Die in de Grand Prix goed zijn werk doet en toch nog steeds beter wordt. Hij heeft nog een paar hele goede toekomstpaarden, ook buiten Alando en Popeye. Dus tevreden mens. Dit is Popeye, een van mijn andere Grand Prix paarden waar ik op dit moment in de B-kader mee zit. Met Popeye heb ik ook junioren en jongrijders gereden. Ik heb met Popeye bij de jeugd. Mijn eerste succespaard was eigenlijk Paddox. De eerste goedgekeurde hengst waar ik Europees kampioen bij de junioren mee ben geweest. Op dit moment rij ik een zoon van hem, Alando. De paarden die in het artikel behandeld worden zijn Popeye, Paddox, Vorst, Alando en Ruby. En Ruby was eigenlijk mijn toppaard bij de jeugd. Want die heeft voor mij in mijn jeugdtijd heel veel betekend. Daar ben ik Europees kampioen mee geweest. En daar heb ik de wereldbeker mee gewonnen. Bedankt voor het kijken. En ik hoop dat jullie veel plezier beleven aan het lezen van het artikel.